Ik voorstellen, Martijn. Ja. Nout. Ja, wel chill. Oh, hey. Hallo. Nout. Zijn jullie helemaal verkleed? Nee. Zit dan nog goed? Oké. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geergasten. Ik ben Martijn. Yes, en ik ben Joost. En wie de fuck ben jij? Nou, dit is Quirijn, dames en heren. En Quirijn heeft natuurlijk een wens. Ja, mijn wens is om een huisfeest te geven. En voor een huisfeest heb je natuurlijk drank nodig. Een huis. En een huis. Ja, die zeker. Heb die heb ik toevallig. Oh, dat scheelt. Drank. En 20 moet net lukken. En ik wil jullie vragen of jullie voor mij drank kunnen fixen. Gratis boes voor een huisfeestje. Kunnen wij wel. Ja, wat hebben we daarvoor nodig? Zijn huissleutels. Nou, kom maar op. Nou, die heb ik bij me. Toevallig zeg. Wij gaan voor jou graag drank fixen, vriend. Helemaal top. We zorgen dat je huis wel weer heel terugkomt. Nou, wat we hebben gedaan, we hebben zijn huis op Kamernet gezet. Er zijn heel veel studenten in Nederland die heel graag kamer willen in Amsterdam. Die hebben er heel veel voor over. Die hebben er heel veel over. Ja, wat er gebeurt er dan? Je zet een kamer online, er komen heel veel mensen kijken. Om een goede indruk achter te laten, wil je natuurlijk iets meenemen. Alcohol. We hebben één probleempje alleen. Ja. Als we heel veel mensen uitnodigen, is er ook wel een kans dat er iemand ooit een giergastvideo gezien heeft. Ja, dus om dat risico te vermijden, gaan we allemaal voor mom. Ja. Niet bekeerd? Nee. Hé, hey Marty, zou je me herkennen? Met die baard nog wel. Ja, jij wilt gewoon dat die baard en die zonnebril? Gaat, ik ben veel te hard mijn best gedaan, maar ik ben wel heel hip. Ja. Dat wil ik uitstralen. Ja. Lijkt me wel een goede junk gehad. We zijn aangekomen bij de vermomming. Het snorgedeelte. Oeh, wat heftig ringet. Gozer. Oké, eerste reactie, Martijn. Oh nee. Ja, ik herken mezelf niet. Heb je nog anderen in dezelfde kleur? Ja, dat is jouw huis, man. Ja, nee, ik voel deze wel. Ik moet eerlijk zeggen, Martijn, ik ben redelijk oké met mijn vermomming. Ik ben redelijk oké met jouw vermomming. Ik denk wel dat de mensen die komen hospiteren echt geschokt zijn door de personages die er zitten. Nee, what the fuck? Oké, dit is het moment van de waarheid. Nu ga ik Joost en Martijn zien. En nu gaan zij mij zien. Nee. Nee, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Wat dan? Jezus. Kijk jou dan. We lijken echt serieus wel een of andere gestoorde band. Wij wonen met z'n drieën. Ja. We wonen met z'n drieën. En we zoeken naar vierde. Moet ik de snor houden, ja of nee? Niet. Geen snor. Nee, het is toch ongeloofwaardig. Oké, het is 6:10. Dat betekent dat iedereen hier over 10 minuten kan zijn. Dus we gaan even alle GoPro's aanzetten. Dan gaat het feest beginnen. We hebben niks voorbereid qua verhalen, nee. Maar dat gaat de charme worden. Het enige wat we weten is dat jij nou bent, ik Jos en jij bent Martin. Hallo. Consultatie, ja. Eerst deze gewoon. Kijk eens. Hey. Hallo. Ik ben Jos. Sophie. Hoi. Hoi Sophie. Hi. Hi. Sophie. Hallo. Hi. Martin. Sophie. Hoi, gezellig dat je er bent. Ja, leuk. Ga ik zitten. Zullen we gelijk maar eventjes de kamer laten zien waar het om gaat? Ja, top. Dit is hem. In principe heb je je eigen badkamer. De woonkamer delen we wel. Ja. Wij hebben met z'n drieën kamers beneden. Ik doe alleen niet aan social media en zo, dat vind ik helemaal niks. Dus je telefoonnummer, dus je altijd kunt terugbellen. Oh, ja, 06. Kijk, de volgende. Oh, hallo. Hoi. Hey, dag. Hey. Hi. Hey. Voorstellen, ik woon hier. Hey, Martin. Clara. Hoi. Oh, jij bent naast hem. Jos. Ja. Hoi, Jos. Hey, ik woon hier niet. Hi. Hi. Zullen we biertjes meegenomen? Oh, wat lekker! Hey. Biertjes? Oh, jij hebt ook wat drinken. Kijk eens. En wat lekker jongens. Oh, nootjes. Oh, wat lekker! En? Wodka! Hey! Party, party! Mooi, wodka erbij. Voorstellen, Martin. Ja. Nout. Maar wel chillen. Oh, hallo. Nout. Zijn jullie helemaal verkleed? Nee. Zie ik dat nou goed? Oké. Jullie hebben wel eens uitgenodigd? Ja, heel erg. Ja, nee, ik moet lachen om hem. Dat jij de tijd aan het raam hangt terwijl die bel het niet doet. Ik heb al heel lang gezegd dat die bel. Is er een soort van grap?
slag of zo? Nee, nee, lijkt het zo? Ja, wat heb je in je hoofd? Ja, het is ik speel in een rockband. Zijn jullie verkleed? Ik kan het niet aan. Maar pak jezelf. Oké, let's go. Wij zijn niet alleen wel s'avonds. Oh, hi. Nout, hi. Ja, ik werk bij de Chipito's. Kijk. Oh, echt? Ja, ik zit in een band. Maar ik weet niet. Deze band? Treasurers? Laat even wat dingen van je horen. Dat is echt wel... Ja, fuck. Moet ik dat gaan doen? Nee, ja. Tuurlijk wel. Laat me ons ook voorstellen, want jij hebt ook. Nee, fuck dat. Komt goed. Ja, hartstikke leuk. Ja, leuk. Superleuk. Dankjewel voor je tijd. Hartstikke bedankt. Hey, Jordi. Ja, we hadden nu deze. Deze nog even meegenomen. Oh, lekker zo. Oh, lekker. Because we had a lot of Dutch and a lot of... Oh. Oh, wow. Lovely. We do have a... Oh, look at you! Oh, wow! You brought a bottle! How lovely. Gin! I love gin. I like me some gin. Oké, het loopt compleet uit de hand. We zitten nu, denk ik wel, een mannetje of 20 in de woonkamer. Ik ben kapot, ik kan niet meer. We hebben echt heel veel drank. Ik wil iedereen weg hebben. Oh, gek. Ja, het is fucking zielig voor die mensen. Ik word helemaal gek. Maar die mensen, die doen zo verschrikkelijk hard hun best. Ik ben zo kapot. Ik word helemaal onder bedolven van verhalen. Je ziet er ook niet uit. Ik ben doorweekt trouwens. Je ziet er niet uit. Dus iedereen begint aan mijn fucking jackje te trekken en begint zichzelf te verkopen. Want ze willen allemaal die kamer. Wat is het? Ik ook niet. Wat gaan we doen? Ja, ik wil ze weg hebben. Ik ook. Dus laten we zeggen, er komt om kort voor negen een laatste groep. Laatste groep. Hey, de volgende groep is er bijna. Oké. Een beetje afronden. Ja, dan moet het afronden inderdaad. It was really nice. Thanks for coming. Ja, joh. Even een beetje opruimen, denk ik. Ja, een beetje deze smaken. Jongens, als we even naar de buiten kijken. Kan je hier een prima feestje mee geven of wat? Ja, een leuke borrel. Toegegeven, het bier hebben we redelijk zelf opgezopen. Ja. Dat is er een klein beetje doorheen. Een klein beetje. Maar we hebben wel een paar flessen sterk en lekker eten en ook chocola. Wijn. Ik zou zeggen, laten we terug naar Quirijn en laten we hem blij maken met deze fantastische aanwinst. Jos. Martin. Je dacht ik hou mijn trui aan. Ja, het zit comfortabel. Die schoenen trouwens ook echt ontzettend. Hé, maar dit zijn jouw huissleutels, jongen. Als jij zo meteen thuis komt, dan kan ik je vertellen dat er op je... Ja, alsjeblieft trouwens. Dankjewel. Er staat ontzettend veel alcohol op je tafel. En heel veel eten. Ja. Er zijn heel veel gulle mensen in Nederland die geen kamer hebben. Ik denk dat je heel blij bent. En als je ooit nog een keer een huisgenoot zoekt... Ik heb een hele lijst met telefoonnummers die allemaal geïnteresseerd zijn. Maar als jij een wens hebt, zet het dan even in de comments. En wie weet, help wel. Volgende week wel gewoon. Ja, of niet. De ballen. Later.